Hoe kan zo'n man geloofwaardig de premier zijn van alle Nederlanders? Ik vraag aan de heer Wilders, dat kan toch niet? Heer Wilders. Dat sterker nog, dat gaan we doen. En ik ben ervan overtuigd dat ook heel veel moslims op de PV hebben gestemd. Omdat ze iets zien in ons cultureel conservatisme. Meer dan in de woke-ideologie van links. Zal ik u niet van betichten, maar anderen aan de kant van de kamer waar u zit wel. Misschien hebben we wel meer moslims op de PVV gestemd dan op DENK. We hebben 37 zetels, u heeft er 2 of 3, wat heeft u dan? Dus het spreekt heel veel mensen aan. Het spreekt ook moslims aan, ons verhaal. Ook moslims, ik krijg daar heel veel mails en reacties van zeggen. Meneer Wilders, u heeft gelijk. Wij moeten een stop hebben op asiel. Wij hebben er zelf last van. Kunnen we aan het werk? Kunnen we eindelijk gaan praten over die dingen die Nederland belangrijk vindt? Minder immigratie, betere zorg, zorg voor een grotere portemonnee. Daar moeten we snel over gaan praten. En die grondwet, die zal, wat de PVV betreft, het probleem niet zijn.